Heer Stoffer. Heer Stoffer. Ja, voorzitter. De heer Jetten sprak over weekendscholen. Nu is er vanuit dit kabinet, ook vorig kabinet, waar de heer Jetten onderdeel van was, een wet voorgesteld voor toezicht op informeel onderwijs. Maar als we de problematiek waar we vandaag over spreken bezien, dan moet er toch niet een grote wet genoemd waar al het informeel onderwijs in Nederland onder een vergrootglas komt te liggen. Dat probleem veel gerichter is. En heel concreet, dit wat we vandaag benoemen komt toch niet uit de zondagsschool, de hervormde zondagsschool in Elspeet, of de catechisatie bij de gereformeerde gemeente in Hendrik Ido Ambacht. En al dat soort organisaties komen dadelijk onder een vergrootglas te liggen vanuit zo'n wet, dat kan maar zo. Dus is de heer Jet het met mij eens dat als we het hier hebben over weekendscholen en we daar instrumentarium voor willen hebben, dat we veel gerichter moeten zijn dan bijvoorbeeld zo'n wet informeel onderwijs die nu onze kant op is gekomen? Heer Jette. Nou, voorzitter, we gaan het wetsvoorstel nu natuurlijk goed bestuderen. Het waren de heer Paternotte en mevrouw Becker van D66 en de VVD die om dit wetsvoorstel hebben gevraagd. En de aanleiding daarvan was eigenlijk, er was een veelvoud aan aanleidingen. Onder andere de invloed van de Chinese overheid op Chinese weekendscholen, waar kinderen niet de Nederlandse normen en waarden krijgen bijgeleerd. De aanleiding was islamitische informele weekendscholen, gefinancierd vanuit het buitenland, waar kinderen niet de Nederlandse normen en waarden worden bijgeleerd. En ik zou het zelf persoonlijk ook heel prettig vinden als op christelijke weekendscholen wat wordt bijgeleerd over respect voor de LHBTI-minderheid. Dus deze wet biedt de aanknopingspunten om scherper toezicht te hanteren op de plekken waar het misgaat. En dan is het aan de inspectie om te beoordelen waar dan de grootste actie nodig is. Heer Stoffer. Voorzitter, hier benoemt de heer Jetten een heel cruciaal punt. Wil de heer Jetten echt beweren, voorzitter, vraag ik aan u, dat op christelijke catechisaties en zondagsscholen haat tegen mensen uit de LHBTI-hoek wordt neergezet? Dat wil ik dan wel eens van hem horen. Dan wil ik weten waar hij die voorbeelden vandaan heeft. Voorzitter, burgerschap dat je leert in het onderwijs gaat er wat mij betreft om dat we in dit land iedereen vrij laten om zichzelf te zijn. En er zijn denk ik genoeg voorbeelden geweest de afgelopen jaren dat in allerlei verschillende scholen daar niet de juiste voorlichting over is gegeven. Voorbeeld, afrondend. Voorzitter, nou, of dat afrondend moet zijn, volgens mij hebben we hier een debat waar we doen alles in drieën, u ook. Ja. We hebben het over twee verschillende dingen. Op onderwijs, als daar iets mis zou zijn, daar hebben we de inspectie onderwijs. Dit gaat over een wet op informeel onderwijs. En ik zou graag de voorbeelden willen horen op welke catechisaties, op welke zondagsscholen vanuit de protestants-christelijke traditie of rooms-katholieke traditie haat tegen mensen uit de LHBTI-hoek wordt neergezet. Dat is namelijk niet het geval. En ik zou ook willen dat de heer Jetten daar stevig afstand van heeft. Voorzitter, ik heb zelf ook het woord haat net niet gebruikt. De heer Stoffer begon met een open vraag aan mij of dat die wet op informeel onderwijs te breed is en specifieker moet worden ingezet. En dan is mijn antwoord, ik denk dat het verstandig is om een brede wet te hebben, zodat uiteindelijk de experts in de uitvoering bij de onderwijsinspectie in actie kunnen komen op de plekken waar het misgaat. En nogmaals, de aanleiding voor het verzoek van de heer Paternotte en mevrouw Becker om met dit wetsvoorstel te komen was misstanden bij Chinese weekendscholen en waren misstanden bij islamitische weekendscholen gefinancierd vanuit het buitenland. De heer Bontebal. Voorzitter, collega Jetten die legt een ingewikkeld dilemma ook neer net over het individu en de gemeenschap.